bazaarvis in. Weer op dezelfde plek als de vorige keer met het feeder vissen. Alleen nu één kleine aanpassing. Ik heb hierbij mijn kapperhengel liggen met een chotrig. Met pop-up erop. Tutti frutti. En ik heb op mijn andere hengel ik ben aan het feeder vissen met een feeder met mais. En kijken of we de karper kunnen verleiden. Er zullen waarschijnlijk wel een paar brasems misschien wel tussendoor komen. Maar daar gaan we beleven. Nou, zodra we meer nieuws hebben, melden we ons en veel kijkers. Pop-ups van Carpline. Dus dat is banana, strawberry banaan. Nou, zeg maar wel aardig spul. Is niet duur, komt bij heel apart, maar bij Decathlon vandaan. Dus even kijken of het wat is, of het werkt. Dan hebben we ook nog gewoon de standaard mais die we gebruiken. Gewoon lekker bij de supermarkt vandaan, lekker goedkoop. Zelfs van de Lidl. Nou, betaal je voor drie potjes echt helemaal niks. En wissel ook af en toe af met wat boilies. Mooie boilies, attractief. Ruikt sterk. Dus van Pioneer Baits. Die zit hier in de buurt. En ja, ik ben erg benieuwd. Het is voor het eerst dat ik ze gebruik. En dit seizoen. Dus we gaan hopen dat we daar mooie vissen op gaan vangen. Dus hebben jullie even een idee waar ermee gevist wordt? Chotrig er nu uitgehaald en daar zit nu een voelkorfje aan, feeder met mais en een speedkorf. Hopen dat iets gaat opleveren. Tot op heden nog geen vis, wel wat lijnzwemmers gehad en twee gemisten op de metal feeder. Die kwamen los, weet niet waarom, haak was scherp, maar we gaan door. En zodra we vis hebben, dan laten we dat zien. Nou, ook aan deze vissessie komt een einde. Helaas hebben we niks gevangen. Geen karper, geen brasems. Wel wat lijnzwemmers gehad, twee missers. Vis zouden moeten zitten, want er zwemt hier een aalscholver rond. En futen zijn ook aanwezig, die continu hier duiken. Misschien dat dat een oorzaak is dat we niks gevangen hebben. Volgende keer zoeken we wat groter water op. En dan gaan we daar op karper vissen, ook weer met de feeder. En gewoon met een karperzet, met een chotrig of een gewone rig. Nou, vond je het een leuk filmpje? Geef even thumbs up. En wil je op de hoogte blijven van ons kanaal? Abonneer je dan via de abonneerbutton hieronder onderaan de film. En dan blijf je op de hoogte. Kost je niks. Het is gewoon voor de fun. Het doet ons er een groot plezier mee. Bedankt.